done. This is your life, this new life. Hannover Messen. Ja, de CeBIT is ieder jaar een gebeurtenis waar we natuurlijk wel naartoe moeten. De grootste computerbeurs ter wereld. Groter, in ieder geval in aantallen bezoekers, dan de grote Amerikaanse beurzen. En voor Europa natuurlijk de allerbelangrijkste. Wat is er dit jaar aan de hand? Nou, duidelijk zaken als internet en intranet. Dat wil zeggen het internet binnen het bedrijf. Maar er is een hele strijd aan de gang over hoe dat internet geïmplementeerd gaat worden. Daarbij denken we niet alleen aan de telefoonlijnen of ISDN, die in Duitsland heel populair zijn, maar ook aan satellieten. Er is een hele actie aan de gang. Bill Gates heeft een bedrijf wat ermee bezig is om satellieten te gaan afschieten. Bill Gates wil daar zelfs Russische raketten voor gebruiken. Maar ook Intel heeft een bedrijf opgezet om satellieten in de lucht te brengen om de internetgebruikers die mobiel zijn en met een kleine satelliet schotel dat kunnen opvangen, om die dus overal aan hun verbinding naar het internet te helpen. Ook aan de onderkant van de markt is een enorme strijd aan de gang tussen wat men dan noemt de netcomputer en de netpc. Of gaan we nog kleiner? Er zijn ook hele kleine computertjes die heten CE Windows, een soort handcomputertjes. Ook die kunnen op het internet. Maar dan kom je al op het gebied van wat men dan de NC noemt, de netcomputer. Voorlopig eerst voor het bedrijfsleven, maar met een tv in de huiskamer zou je daar ook internet mee kunnen doen. Hoewel daar technische vragen over zijn, want zo'n beste kwaliteit wordt dat dus niet. Die NC en die netpc, dat zijn de twee soorten computers waar hier een soort strijd tussen is. En of ze allebei bestaansrecht hebben, weten we niet. Of er überhaupt bestaansrecht is voor dat internet voor de massa, want daar wordt op gemikt, is ook onduidelijk. Voor de zakelijke gebruiker natuurlijk wel. En wat dat betreft is de verwachting dat de NC, dat is dus de netcomputer die door Oracle wordt gepusht, wel een aardig succes zal hebben als een apparaat waarmee je de kosten per werkplek heel duidelijk kunt terugdrukken. Maar we gaan eens rondkijken op de Hannover Messe. Ja, een drukte van belang op deze CeBIT. We staan hier bij Boel, maar daar hoort ook Zenit bij, bij een van die Pentium Pro machines. Nou, Pentium Pro wordt steeds meer toegepast in dubbele of vierdubbele of zelfs zesdubbele constellaties. Waarbij je dus een heleboel processoren gebruikt om nog meer eruit te halen. De Pentium heeft overigens een soort opvolger gekregen. Dat zou de Klamath heten, maar die gaan ze nu de Pentium 2 noemen. Ze zijn zeker bang van het woord Sextium of Septium. Want langzamerhand zijn we dus wel aan de nummers 6 en 7 toe voor Intel-processoren. Nou, op deze beurs is natuurlijk ook Microsoft. Microsoft probeert nog met veel inzet haar Office-pakketten en zo te pushen. Er is een beetje de klad gekomen in die pakketten, in de suites zoals ze dat noemen. Met name doordat Word Perfect in the States een enorme soort prijsdumping heeft gedaan, is het duidelijk dat er wordt minder geld verdiend in die complete pakketten. Dus ook Microsoft doet zijn best om toch Office 97 te pushen. Dat is dus een combinatiepakket waar alles wat je in een kantoor nodig hebt in zit. De aandacht ligt een beetje op de browsers. En wat dat betreft is Internet Explorer 4 het product waar de mensen hier naar kijken. Dat is er nog niet helemaal klaar. En de laatste maanden zijn er nog steeds allerlei bugs gevonden, veiligheidsproblemen. En dat is juist zo belangrijk voor het internet, want men wil graag zaken doen. Men wil graag via creditcardnummers of elektronisch betalen aan de gang gaan met dat internet. Nou, dat kan wel een beetje, maar er duiken steeds beveiligingsproblemen op. Mensen kunnen in andermans computers kijken en daar dingen doen. Nou, Microsoft heeft het daar moeilijk mee. En Internet Explorer is dus weer niet klaar. Nou, dat is een beetje typisch voor Microsoft. Maar er is een ander probleem met Internet Explorer. Want Internet Explorer 4 is een product wat weer het operating systeem en de interface, en niet alleen Windows, maar ook het interface naar het internet combineert. Internet Explorer, Windows Explorer, het wordt allemaal hetzelfde. Er blijft nog maar één interface en dat is een browser interface. Dat lijkt heel aardig voor de gebruiker. Maar het gevaar daarvan is dat de concurrenten Microsoft gaan beschuldigen van een soort monopolisering van de markt. Want als je dat pakket koopt, krijg je via Microsoft ook toegang tot allerlei providers. Kortom, er is een probleem met de monopolisering van de markt. Dus het is maar de vraag of Internet Explorer, want het is al de tweede keer dat ze dit proberen om een soort geïntegreerd pakket op de markt te zetten waarmee bijvoorbeeld concurrent Netscape, die ook een browser levert, een beetje weggedrukt wordt, of dat lukt. Er zullen wel weer klachten komen bij de Europese Commissie. En we gaan weer kijken op deze toch heel drukke CeBIT-beurs.
ja, serieuze computers, want die blijven er natuurlijk. Mensen in een bedrijf die gewoon de boekhouding willen doen, die willen een serieus systeem hebben. Die interesseert het eigenlijk niet zoveel of dat nou Windows is, of er internet is, dat soort zaken. Een boekhouding moet gewoon werken. Natuurlijk is er sprake van integratie. We kijken hier naar systemen als SAP, dat is in Duitsland en in de rest van Europa langzamerhand een heel populair systeem aan het worden. Een concurrent van het Nederlandse Baan. En het is duidelijk dat daar, in dat soort toepassingen, de mensen betrouwbaarheid voorop stellen. Voor de gewone gebruiker thuis, die kijkt natuurlijk veel meer naar het internet. En we staan hier dan ook, wat dat betreft, met SAP naast Microsoft. En daar maken ze er een absoluut mediaspectakel van. Enorme schermen, een soort zwarte kooi waar mensen in kunnen kijken. En alle nieuwtjes van Microsoft krijgen voorgeschoteld. Where do you want to go today? En dat slaat eigenlijk op dat internet. Want Microsoft heeft zich dus helemaal bekeerd tot dat internet. Dat moet het zijn, dat het moet het worden. En we vertelden het al, Internet Explorer, dat is een user interface die eigenlijk helemaal op de browser gebaseerd is. Of dat gevaarlijk is, weten we niet. Want het zou best wel eens kunnen zijn dat die gewone gebruiker dus uiteindelijk vindt dat het internet misschien niet zo interessant is. Maar hier zijn er in ieder geval heel veel mensen die zeer belangstelling staan te kijken naar wat Microsoft in een toch wel leuke multimedia omgeving met leuke cartoons en poppetjes weet te brengen. In Hannover bedrijven ze industriepolitiek. Zo heet dat mooi op het Duits. Maar het komt wel vaak neer op het een klein beetje bedotten van de wereldpers. Laten we eens kijken naar het onderwerp de CeBIT Home Electronics. Vorig jaar voor het eerst gehouden. En in onze visie eigenlijk een beetje een duffe bende. Met te veel verschillende klanten door elkaar. Maar de Messe AG riep toen een waanzinnig succes. Meer bezoekers dan ooit verwacht werd. We gaan dit weer doen. Maar nu staan we dan. Een paar maanden later zien we dat de volgende CeBIT Home Electronics pas in 1998 in september, augustus, september 1998 gehouden gaat worden. Zijn hun verhalen dan een beetje te optimistisch geweest? Nou, in Nederland hebben we na die Home CeBIT ook de Emotion gehad. Dat was ook een falikante mislukking. Misschien zijn ze wel wijzer geworden. Maar het betekent wel dat al die verhalen over waanzinnige bezoekersaantallen wel een beetje met een korreltje zout genomen moeten worden. Uiteindelijk zou, als zo'n show aanslaat, die best elk jaar gehouden kunnen worden. En dat valt me ook op, want pas nu zien we dat men toegeeft dat de Hannover Messe vorig jaar een klein beetje vooruit is gegaan ten opzichte van het jaar daarvoor, toen er een behoorlijke teruggang is geweest. Dat soort cijfers komt pas achteraf. Boven water, tijdens de beurs praat men altijd graag over 700.000 bezoekers en waanzinnige successen. Nou, ik geloof het niet. Het is wel druk, maar het is vandaag ook zaterdag. En dat betekent dat er heel veel, zeg maar, hobbyisten ook een kaartje weten te regelen via een of ander bedrijf om naar deze Hannover Messe te komen. De CeBIT blijft een waanzinnig leuke beurs, heel groot. Maar er wordt ook een klein beetje door allerlei organisaties, ja, nou, ik wil niet zeggen de zaak besjoemeld, maar net als in Nederland heeft men de neiging om het niet te negatief voor te stellen. Waiting your time, dreaming of a better life. Waiting your time, so much more than just a wife. You don't have to do what your mother has done. She done. This is...
Expo 2000 Hannover. Hannover gaat in het jaar 2000, en dat hebben ze niet gek bekeken, een wereldtentoonstelling organiseren. Daar worden ze heel veel werk van gemaakt. En ze hebben nu al op de Hannover Messeterrein een soort paviljoen daarvoor ingericht. Waar men de mensen enthousiast maakt om in het jaar 2000 te komen en deel te nemen aan zo'n wereldtentoonstelling. Ja, telecommunicatiecomputers komen steeds dichterbij en hier zien we weer zo'n voorbeeld van een systeem voor videotelefonie. Dat wordt al een paar jaar gepusht. Intel heeft er allerlei systemen voor op de markt gebracht, maar heel veel leveranciers zien wel wat in die combinatie van een televisiebeeld en een telefoon. Nou, we kennen dat ook op het internet gebeurt, dat heet See You, See Me, maar het hangt een beetje af van de verbinding hoe het werkt. We staan hier overigens op een aantal stands van de Amerikanen. Die komen altijd met een heel groot aantal bedrijven naar de Hannover Messe. Is keurig georganiseerd. Ook kleine bedrijven krijgen de kans om deel te nemen aan een gezamenlijke Amerikaanse stand. En wat we hier vooral zien is dat de telecommunicatie vanuit Amerika behoorlijk gepusht wordt. Ze hebben daar vooruitstrevende ideeën. En beseffen vaak niet dat het in Europa heel moeilijk is om al die nieuwe mooie dingen die ze in Amerika bedacht hebben voor de Amerikaanse regels hier ook te mogen gebruiken. Laten we maar een voorbeeld nemen. De 56 kilobits per seconde modems. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, daarvoor zijn allerlei regels nodig. In Amerika hebben ze er al moeite mee om dat op volle snelheid goedgekeurd te krijgen. Maar als je dan naar Europa komt, dan zijn de richtlijnen nog behoorlijk zwaarder. En we twijfelen er dan ook aan of die 56 kilobits per seconde er hier wel gaan komen. Vooral ook omdat in Europa ISDN behoorlijk is aangeslagen en omdat de telecombedrijven, de PTT's dus, enorm belang hebben bij dat ISDN. En waarom zou je 56 kilobits per seconde modems toelaten als je zelf 64 kilobits per seconde telefoonlijn, ISDN telefoonlijnen, digitaal verkoopt. Of dat allemaal zo goed werkt is de vraag. We zijn zelf bepaald niet enthousiast over dat ISDN met het internet. Vaak is het langzamer dan een 28K8, maar dat ligt ook aan de providers. Met name, ik heb het al eens eerder gezegd, dat Planet Internet, dat is een dochter van de PTT, maar maakt wat dat betreft er een rotzootje van. Maar op deze CeBIT dus heel veel bedrijven die spullen leveren voor niet alleen tekst en plaatjes, maar ook video en telefonie over het internet. Een van de bedrijven die zich al heel lang druk maakt over videotelefonie, maar dat niet over gewone telefoonlijnen, maar dan combinaties van speciale datalijnen of van meerdere ISDN-lijnen, is natuurlijk Pixartel, bekende naam. En ook een bedrijf wat zich langzamerhand aan de standaard op dit gebied houdt. En op die manier kunnen videotelefonieapparaten van verschillende leveranciers met elkaar praten. En dan zijn we hier bij Sony. Nou ja, u heeft allemaal wel een lekker handzaam mobiel telefoontje, neem ik aan. Maar Sony heeft hier wat nieuws bedacht. Dat heet Jork Dial. Dat betekent dat je zonder allerlei knopjes in hoeft te drukken al lopend heel makkelijk kunt kiezen. Nou, misschien is dat ook wel iets voor de verkeersveiligheid, want daar schijnen veel ongelukken mee te gebeuren. Maar in ieder geval, Sony maakt het weer ietsje handiger om die mobiele telefoon al joggend, al werkend, al rondlopend te bedienen. En dat doen ze dus door een klein menuschermpje waarbij de meest gebruikte nummers gewoon heel eenvoudig aangetikt kunnen worden met een knopje linksboven. Sony is heel druk bezig op het gebied van telefonie natuurlijk, maar we vragen ons af wanneer nou eindelijk die veelbeloofde PC's van Sony ook op de markt gaan komen. Daar willen ze in Amerika mee beginnen, we hebben ze daar al gezien, maar het is tot zover niet gelukt om in Europa Sony tot een echt computermerk te maken. Wel leveren ze natuurlijk heel veel monitoren en onderdelen, bijvoorbeeld luidsprekers voor computersystemen, maar niet complete systemen.
Ja, nou, videotelefonie gewoon met een camera is natuurlijk één oplossing. Maar we zitten hier bij Sony en hier hebben we een videosysteem wat met een heel bord werkt. En ik kan dus de camera een klein beetje regelen. Door met dit simpele, deze simpele interface met mijn hand kan ik dus de focus instellen. Het ietsje beter doen, autofocus, de preset. En ik kan in ieder geval een aantal dingen doen. Ik heb dus een interface waarmee ik mijn videotelefonie kan besturen. Zodat ik niet als een gek naar die camera hoeft te lopen. En natuurlijk een aantal voort. Heel handig idee en een manier om die camera wat nuttiger te maken. Want videotelefonie gaat natuurlijk vooral om werkstukken. En je wilt ook graag overschakelen op bijvoorbeeld computerbeelden die je dan even overstuurt. Om bijvoorbeeld met iemand anders over een werkstuk te praten. Als internetgebruiker weet u wat het betekent. Congestie. De zaak is vol. Uw provider heeft het te druk. Of ergens in het net gaat het niet snel genoeg om bijvoorbeeld vrije plaatjes snel binnen te halen, video te doen of spraak. Nou, dat is een wereldwijd probleem en er wordt enorm geïnvesteerd in verbindingen. Maar behalve verbindingen heb je ook allerlei technieken nodig om over die verbindingen te werken. Nou, u begrijpt vast dat ISDN al wat sneller is dan het ouderwetse analoge telefoonnet. Al moeten we daarbij opmerken dat die 58 of 56 kb modems daar dus veranderingen zouden kunnen brengen. Maar ISDN kun je bundelen. Je kunt er een heleboel bij elkaar pakken. 30 lijnen. En dan kom je gauw op 2 megabits per seconde. Wil je nog sneller, dan moet je naar andere technieken. Zoals frame relay of ATM. En tussen de computers op een hoger netvlak. Dat wil zeggen, die computers die met elkaar praten in hele snelle verbindingen. Die hele hopen internetgebruikers bedienen. Die moeten dus werken met allerlei compressietechnieken. En allerlei technieken om over die vaak glasvezelkabels de zaak over te sturen. Nou, dan praten we, staan hier bij een bedrijf wat dat soort dingen levert. ATM is een belangrijke kreet. Asynchronous transfer mode. Dat is een manier om een klein beetje als een oude telex de zaak een beetje samen te pakken en batchgewijs, pakketgewijs door te sturen. Dat is nog net acceptabel voor internet, maar daar moet je wat iets aan doen om het goed te krijgen voor bijvoorbeeld video. Want het is dus niet echt real-time. Dat wil zeggen, het is niet gelijktijdig zoals een telefoon. Frame relay is een soortgelijke methodiek. Ook weer dingen bij elkaar pakken. En daarmee kun je dus tot veel hogere snelheden komen. Als er nu gepraat wordt over grotere internetverbindingen tussen Nederland en bijvoorbeeld Amerika. Meer dan de 16 megabits per seconde die we nu hebben. Men wil eigenlijk een 32 en liever nog naar 160 zoals er nu gesproken wordt over internet 2 in Amerika voor grote verbindingen tussen de universiteiten van 150, 160 of meer megabits per seconde. Nou, dat zijn hoge snelheden en daar heb je dus dit soort apparatuur en dit soort technieken als ATM en frame relay voor nodig. Thank you.
Ja, we staan hier voor de stand van het Canadese bedrijf Corel. Ondertussen wel bekend als de mensen die WordPerfect hebben overgenomen. Corel is ja, wat je in software termen eigenlijk een sloopbedrijf zou kunnen noemen. Ze hebben de neiging om allerlei pakketten die het niet zo goed doen elders op te kopen. We noemen maar Ventura, WordPerfect. En voor hun eigen pakket, en het meest bekende daarvan is natuurlijk CorelDRAW 7, kopen ze vaak concurrenten uit de markt met allerlei beloftes dat ze hun pakket gaan brengen. Maar dat doen ze dan uiteindelijk niet of half. En het blijkt, dit is een soort bedrijf wat dus ja, als een sloperij optreedt. Het gaat er vaak om de namen en adressen. Ik moet wel gezegd worden natuurlijk dat in Amerika eigenlijk WordPerfect, de Office Suite, hè, de combinatie van al die pakketten, eigenlijk het enige overgebleven pakket is wat tegenover Microsoft met zijn Office Suite staat. Nu is de afzet van al die Office Suites ook een beetje aan het teruglopen, maar Corel was toch duidelijk een club die dat deed. Maar het is een bedrijf wat heel snel met de prijs omlaag gaat en snel dumpt en niet echt gezien kan worden als een nette speler in deze markt. Een goed voorbeeld is hun Corel fotocd's. Daar begonnen ze met $99 en nu verkopen ze voor ja, zeg maar veel minder dan $1 per schijfje als je een heleboel koopt. Dus een beetje dumperig bedrijf. Ja, sommige mensen vinden dat ze hele goede producten maken. Ik ben er persoonlijk niet zo van onder de indruk. Al moet ik zeggen, CorelDRAW is een heerlijk tekenpakket. En we zijn ondertussen aan DRAW 7 toe. Computer 2000. We staan hier op de stand van een van de distributeurs. Op de CeBIT komen natuurlijk niet alleen gebruikers, zakelijke gebruikers, of zoals van dag van vandaag op een zaterdag dus erg veel hobbyisten en wat scholieren, maar ook veel dealers. Bedrijven die computers verkopen. Dat kunnen bedrijven zijn met een winkel, maar ook zonder shopfront. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die een verticale markt bedienen en laten we zeggen alle schoenmakers van software en computers voorzien. Nou, een distributeur heeft een belangrijke rol en je ziet dan ook dat de dealers allemaal even een handje komen geven en een kopje koffie komen drinken bij hun distributeurs. Ook, we zagen hier ook veel Nederlandse dealers, want Computer 2000 is ook in Nederland vertegenwoordigd en er zit dus iemand van de Nederlandse organisatie. Oh, je spreekt weer Duits. Ja, bij Fujitsu voor de deur. En Fujitsu heeft hele grote plannen op PC-gebied, want die willen een, ja, eigenlijk een nieuwe grootmacht worden op dat gebied. En er zijn natuurlijk al eerder Japanse bedrijven die dat geprobeerd hebben om die PC-markt te bereiken, onder andere NEC. Maar hier praten we met Hunting Wolf, and you speak German. What is your function here? Mijn naam is Hunting Wolf, geboren ben ik in Franse delen van Canada. En mijn moeder is Indianerin van de Noord-Cheyenne, dat is Noord-Dakota. Aber die sind gewandelt nach Kanada und geboren bin ich im französischen Teil des Landes. Und Sie sind hier, um mal ein bisschen Promotion zu machen für... Für Fujitsu und seine neue Laserdrucker. Das ist mit der neuen Technologie und feinlich, das ist umweltfreundlich ausgezeichnet. Und farbig? Ja, das ist sehr wichtig für mich, wenn eine Firma arbeitet mit umweltfreundlichen Sachen. Darum, wir müssen auch die Natur und die Tiere schützen. Und nur mit gutem Material und guten Gedanken kann man voraus werden. Also vorausgehen. Okay, nou, deze Indiaanse meneer komt dus uit Canada, spreekt ook een beetje Duits. En zegt, nou, ik vind het belangrijk dat Fujitsu ecologisch verantwoorde systemen maakt. Thank you. Please. Bye bye. Televisie, video op je pc, dat is natuurlijk een trend. Aan de ene kant kun je proberen om een televisiesignaal op je computermonitor te krijgen. Dat is niet zo moeilijk, daar kun je allerlei kaartjes voor krijgen. Maar de andere kant uit, dat is je computersignaal, maar ook je internetsignaal op de tv is moeilijker. We praten met Jan Hendricks over wat Miro heeft uitgevonden voor dat probleem. Nou, het probleem is één. Mogelijkheden is twee. We hebben een kabel ontwikkeld die past op een VGA-kaart van onder andere Miro. Dat is een zeer goedkope kabel, 50 gulden. Dat is in principe voor iedereen betaalbaar. En met die manier heb je dus geen extra monitor meer nodig om te starten met een PC. Nou staan we hier voor zo'n beeld.
Het is niet de echte monitorkwaliteit. Nee, dat is absoluut niet mogelijk. De kwaliteit is natuurlijk afhankelijk van hoe goed is die tv. Op de tweede plaats. En een tv is het algemeen de helft van de kwaliteit van de monitor natuurlijk. Dat is correct. Je kunt die tv door die kabel niet beter maken. Als je echt een Windows achtergrond hebt, dan zie je het inderdaad wat knipperen. Maar heb je games of CD-ROMs wat je af wil spelen of je werkt met een toch wat donkerdere achtergrond, dan is het heel goed werkbaar. Het is een soort tussenvorm voor mensen. Twee soorten klanten. De enige groep klanten is die geen geld hebben om een dure monitor te kopen, kunnen met zo op deze manier een pc op een tv aansluiten. Ja, ik denk dat Miro heel veel pc-leveranciers in staat stelt om een goede pc aan te bieden voor onder de 1000 gulden. Mocht die klant dan op een gegeven moment zeggen van nou, dit vind ik echt leuk en ik wil er meer mee gaan doen, dan kan die daarna meer 300, 400, 500 gulden meer uitgeven voor een 15 inch of een 17. Voor een monitor. Ja. Oké. Nou is Miro helemaal bezig met die video, want jullie zijn niet alleen videokaarten leveranciers, maar jullie werken ook steeds meer met video input, zodat je video editing kunt doen. Wat is het nieuwste product van Miro daarvoor? Het nieuwste product is de Miro Video DV100. Het is een product gebaseerd op de Sony standaard. Die Firewire kabel? Ja, in principe die Firewire kabel. We hebben in principe een product waarmee je die camera kunt aansluiten. Je kunt die video's ook bewerken. In eerste instantie is dit product bedoeld voor mensen die CD-ROM producties willen maken. Maar dus die een video signaal hebben bijvoorbeeld van een video... opnames die ze eerder gemaakt hebben en die ze dan op zo'n manier in de computer kunnen halen. Correct. In een hoge kwaliteit. In een zeer hoge kwaliteit. Okay. Nou, Jan Hendricks, bedankt over wat Miro hier onder andere ook op de CeBIT heeft te laten zien. Dankjewel. Graag gedaan. Gods of Buddha sind das. Sie kommen gleich nochmal hier in der Elsa Hit Factory. Wir haben ganz viele Hits dabei. Nicht nur musikalische, sondern natürlich auch die Produkte von Elsa sind Hits von 2020. And my mama looked up and said, the ball was a rolling stone. Und können Sie das öffnen, wie bevor? Dieses nicht, wir müssen dies öffnen. Dies ist ja jetzt nicht ganz so sicher. Es kommt. Ja, dit is wel heel belangrijk, want dit is een interface waarmee je DV-tapes, dat zijn de tapes waarmee wij ook zelf video maken, waarmee je die in de PC kunt bouwen. Waarmee je dus als het ware videotapes kunt afspelen in een computer. En dat is heel belangrijk, omdat er dus steeds meer video-editing plaatsvindt met de computer. Dat is een bedrijf wat zowel DV in als DV uitgeeft. Maar ook zij zeggen dat pas tegen de zomer een formaat komt waarmee je het DV-signaal, een soort aangepaste MJPEG, ook op je harddisk kunt schuiven. Como is dus de meest geavanceerde met het minste verlies. Thank you.
Ja, we zien hier dus een aantal bedrijven, zoals Miro, die zich bezighouden met die digitale opslag. DV, digital video, en dat dus in de computer. Video editing, en dat is ook de manier waarop wij voor een gedeelte onze programma's samenstellen. Eigenlijk gebruiken we het alleen voor mooie effecten, want voor dit zogenaamde offline non-linear editing is vrij duur in gebruik van harde schijven en dat soort zaken. Maar het trekt veel belangstelling en ook op de CeBIT kwamen er dus veel mensen, zoals u hier ziet, om naar dat soort dingen te kijken. Ondertussen zijn er in Nederland ook weer ontwikkelingen deze week. Met name heeft de PTT aangekondigd dat ze een soort alternatief internet gaan brengen. Wel met koppelingen naar het internet, maar dat gaan ze het net noemen. Iedere Nederlander kan erop en je telefoonnummer wordt je... we gaan even verder naar deze dingen kijken. Van je beeld. Het gaat over line doubling. Doublers, lijnverdubbelers, wat zijn dat in grote termen? In eenvoudige termen komt het op neer dat normaal wordt er één lijntje geschreven per eenheid. En we gaan nu dus twee lijntjes schrijven op dezelfde oppervlak. En dat houdt in dat er twee keer zoveel licht uit de projector komt, omdat die twee keer zo vaak aangestuurd wordt. Maar je kunt ook nog allerlei andere dingen doen, want je kunt ook door een beetje rekenen, kan je dat lijntje wat je ertussen zet, kan je het beeld een beetje scherper maken. Ja, natuurlijk. Dat lijntje wat erbij gemaakt moet worden, dat moet echt uitgerekend worden. Van waar komt die pixel die uitgerekend moet worden, waar komt die precies terecht? En dat is zeker een verschil tussen bewegende beelden of stilstaande beelden. Want ja, je moet zo goed mogelijk inschatten waar het volgende pixel terecht zal komen. Want waar worden line doublers nou voor gebruikt? Die worden gebruikt om als je bijvoorbeeld een groot bioscoopscherm hebt en een kleine projector, die eigenlijk de maximaal 640 lijnen, maar in de praktijk zijn het 300 of 400 lijnen van je televisie, dat is onvoldoende. Dan krijg je een heel korrelig beeld. Dus een line doubler die zegt, ik ga die lijntjes daartussen erbij bedenken, zodat ik in plaats van zeg maar 400 lijnen wordt 800 lijnen kan. En ik zag, jullie hebben ook apparatuur, daar kom je al op quadruplers. Ja. Vier keer zo goed. Ja, we gaan dus van 15 kilohertz van een composite videosignaal, dus echt quadrubbelen. En dan komen we op de ongeveer 62 kilohertz uit. En dat is ongeveer wat mensen gewend zijn voor van hun computermonitor? Ja, ja, en dat gaat zelfs iets hoger. Dus, Even in de praktijk, gaan we dit soort lijndubbelers nou in de toekomst in al onze tv's ook inbouwen om een wat beter beeld te krijgen om bijvoorbeeld internet een beetje leuk te kunnen zien? Het zou natuurlijk kunnen, ja. Ja. Het is een woord wat steeds opduikt. Ik loop hier op de CeBIT en het woord op verschillende kanten hoor je line doublers. Dat is een technologie waar we rekening mee moeten houden. Jazeker. Want eigenlijk het originele videosignaal is eigenlijk al jaren geleden verzonnen. En het is eigenlijk voor deze tijd een beetje te weinige resolutie. En ja, dat moeten we op deze manier een beetje, kunnen we dat weer oppeppen. Het is dus high definition tv zonder eigenlijk een high definition tv te hebben? Ja. Maar je moet wel een beeldvorming hebben, dus je moet een monitor hebben die dat aan kan of zo'n LCD-projectorscherm. Jazeker. Ja, daardoor komt het ook dat computerschermen kunnen veel hogere resoluties aan als onze tv-schermen thuis. Dus vandaar dat onze computerschermen veel scherper en veel mooier beeld geven. Heb je nou zoiets ook nodig bijvoorbeeld bij een DVD-signaal of is dat al beter? Het signaalvorm is veel beter natuurlijk. Ja, want nogmaals, het composite videosignaal is al 10, 20, 30 jaar geleden ontwikkeld. En daar houden we ons nog steeds aan vast. Of daar moeten we nog steeds compatible. Ja, want HDTV is niet uit de... Dat is niet gebeurd, dat is niet gekomen. We hebben nu iets dat heet Europol, maar dat is gewoon een wat breder signaal. Ja. Goed, dus line doublers, mensen, dat is waar we naartoe gaan. Een manier om een veel duidelijker, helderder en met meer licht op je beeld te krijgen. Dank je wel. Ja.
Ja, er waren een paar dingen die me opvielen. Eén daarvan was de CD Rewritable. Die werd in de Nederlandse kranten aangeduid als de wereldprimeur van Philips, maar ook Yamaha. En Rico beweerde dat ze dat hadden. Dus wat meer wereldprimeurs. Even terugkomen op de net, het net. En wat we hier zien is overigens Commodore. En we gaan even met wat mensen van Commodore praten, want dat is het merk wat eigenlijk vanuit het Nederlandse Eskom weer opnieuw geboren is. Commodore, zegt de naam u nog iets? Er moeten honderdduizenden mensen in Nederland zijn met nog een Commodore 64 op zolder. Maar in ieder geval, de naam Commodore was een tijdje weg. Het bedrijf ging niet zo goed. Amiga was hun laatste product. Maar via een moeilijke omweg, namelijk via Eskom, is Commodore weer terug. Vertel eens, hoe gaat het op het moment met Commodore? Nou, het is alsof ik terug ben van een lange wereldreis, Luc. Je weet, ik heb 5 jaar voor Commodore gewerkt in de oude situatie. En het is een heerlijk gevoel om nu weer gewoon vol onder de naam Commodore te kunnen opereren. Ja, want we zien hier om ons heen ook weer allemaal computers met dat bekende Commodore-merkje. Dat hebben we inderdaad. Dat is een ouder merkje dan de IBM PC zelfs, hè? Het Commodore-merkje, als ik me goed herinner, bestaat er sinds 1958. Weliswaar toen nog geen computermerk, maar ooit begonnen, dat weet jij nog wel, als reparatiebedrijf van schrijfmachines. En toen gingen ze van die kleine polsenloosjes maken en hele kleine rekendingetjes. Ja, maar wat bijna iedereen nog weet is dat Commodore wel de eerste fabrikant was met een microcomputer. Toen nog in de tijd van Irving Gold en Jack Tramiel, die later Atari is begonnen. Maar ja, een bedrijf met een enorme historie. En wij vonden dat allemaal doodzonde dat weg zou gaan. Dus we vinden het heerlijk dat het weer terug is. En dat we nu als 100% Nederlands bedrijf kunnen zeggen dat Commodore er weer helemaal is. Je moet de belangstelling hier maar eens proeven op die beurs. Ja, maar... Want het is heel druk. Het is, zoals je al zei, het is een zakelijke beurs, die CeBIT eigenlijk. Maar er lopen zeker op deze zaterdag allemaal jongetjes rond die met verlekkerde ogen naar computers kijken. Ja, en niet alleen jongetjes, maar ook mannen en vrouwen en gezinnen met kinderwagens die toch blijkbaar per persoon 50 D-mark over hebben om op de zakelijke, hè, niet de home CeBIT, maar op de zakelijke CeBIT te komen kijken wat er allemaal gebeurt in de computermarkt. En tot en met vanuit Zuid-Afrika, vanuit Indonesië, vanuit Griekenland, vanuit Brazilië komen mensen hier en die zeggen, goh, is Commodore er weer, kunnen we weer praten over distributie, wat kunnen we met het merk doen en wat heeft u te bieden op dit moment? Want het is een heel sterk merk. Even afgezien van wat er nou gemaakt is, of zal worden, of moet verkocht worden, het merk staat in de geest van de mensen. Nou, je kan je voorstellen, voordat wij besloten om vanaf 1 januari 1997 het Eskom wat we hadden weer Commodore te gaan noemen, dat we daar enig onderzoek naar hebben gedaan. Het kwam natuurlijk wel goed uit dat Bernard van Tiende dat de resten van Commodore al een tijdje had opgekocht. Ja, uiteraard. Kijk, als Eskom 1,5 jaar daarvoor niet die rechten had gekocht, waren wij als nieuwe startende onderneming natuurlijk niet in staat geweest om dat tot ons te nemen. Laten we daar eerlijk over zijn. Maar ze zaten in die boedel van dat Eskom wat failliet is gegaan vorig jaar. En wij konden ze daar redelijk gunstig uit krijgen. En in tegenstelling tot de Duitse Eskom mensen geloofden wij, omdat we daar jaren gewerkt hebben, dat weet je, wij kennen elkaar uit die tijd, geloofden wij heilig in de waarde van de naam Commodore. En dat onderzoek heeft dat ook aangetoond. Je kan je voorstellen, in landen als in Duitsland, in Engeland, Frankrijk, waar Commodore toch 2-3 jaar niks heeft gedaan aan het opbouwen en onderhouden van die naam, daar bleek uit onderzoek dat in naamsbekendheid in Duitsland bijvoorbeeld, Commodore na IBM, heel dicht naar IBM, nog steeds de tweede brand is in naamsbekendheid. Voor Apple, voor Compaq. In Engeland, na IBM en Apple. Maar jullie moeten nu wel weer hard werken, want het Duitse Eskom is ondergegaan. De winkels zijn allemaal een beetje verdeeld. Ja. Terwijl jullie in Nederland eigenlijk met hoeveel winkels zijn er nu in Nederland? Commodore Shops heet ze geloof ik? Ja, Commodore Center heet ze nu. 35 hebben we er in Nederland. Dus daar begin je al met een heel aardige basis. Ja, nou... niet alleen dat een heel aardige basis is en natuurlijk wat ook in de moeilijke tijden onze organisatie draaiende heeft gehouden. Maar daarnaast, wat wij in heel Europa doen en wat dat betreft zijn we toch denk ik een beetje uniek als PC-brand. Wij richten ons, even buiten Nederland, puur op de consumentenmarkt. En als je de PC-markt bekijkt, dan heb je aan de ene kant heb je de non-brands, klonenleveranciers en daar zijn er honderden van. Aan de andere kant heb je de hele bekende merken, Compaq, IBM. Maar dat zijn toch merken die zeggen, wij maken zakelijke PC's. En hey, we hebben die dingen toch, laten we kijken of we ze op de consumentenmarkt ook kwijt kunnen. Wij hebben gezegd, Commodore, dat is eigenlijk de enige echte brand die in de naam van de consument
iets zegt. Dus we gaan daar puur consumentenmarketing doen, consumenten-pc's bouwen. En wij willen die zakelijke markt niet zo in met dat product. Het is nu tijd dat er een Maar nou hoor ik wel eens dat eigenlijk die consumenten-pc beter moeten zijn dan zakelijke pc, met name op grafisch en 3D en spelletjesgebied. Dat is ook zo, is ook zo. We hebben zo 3-4 jaar geleden die omslag gezien. Tot op dat moment was het altijd zo, een pc werd geaccepteerd in de zakelijke markt en dan na verloop van tijd druppelde die langzaam de consumentenmarkt in. Sinds dat moment, en als ik me goed herinner is dat zo begonnen rond de introductie van de Pentium, dat was voor het eerst eigenlijk een product wat sneller geadopteerd werd door de consumentenmarkt dan door de zakelijke markt. En dat komt door die toepassing van die spelletjes en dat mensen voor zo'n spelletje graag een 6 en een 8 en een 12 keer CD-ROM willen hebben en veel snellere video. Ze stellen eigenlijk veel meer eisen dan iemand die bijvoorbeeld al lekker WordPerfect zit te doen op het kantoor. Ja, dat is niet de enige reden, maar dat is wel een hele belangrijke reden. Software en hardware producenten zijn natuurlijk uitermate goed in staat om te zorgen dat ze de vraag naar steeds nieuwe dingen goed op gang houden. MMX bijvoorbeeld? MMX is daar een mooi voorbeeld van. Hè. Je hebt in december een pc gekocht en dan lees je in januari dat er MMX is en heb je dus weer een verouderd product in huis staan. En we horen nu alweer dat de MMX 2 komt. Ja, maar dat duurt gelukkig nog wel een poosje. Dat wordt wel begin volgend jaar, is de verwachting. Of een Pentium 2? Ja, dat schijnt een nieuwe naam te gaan worden. Daar heeft Intel nog niet echt duidelijke uitspraken over gedaan. Maar er komen uiteraard nieuwe producten aan. Is dat nou niet moeilijk voor een bedrijf? We praten over Commodore. Jullie hebben hier een hele reeks computers staan. We staan hier een beetje in de geheime ruimte. Want dit is voor jullie dealers en distributeurs. Dus dit zijn de nieuwe modellen. Die zou je nog niet morgen in de winkel in Nederland krijgen. Maar jullie moeten dus steeds maar aanpassen. Vandaag de 166, morgen de 200. En als er morgen een zot komt met een 300, dan zul je ook dat moeten gaan maken. Ja. Hebben jullie daar een eigen ontwikkelingsafdeling voor? Nee, je moet Commodore zien als een bedrijf die de markt afscant. We hebben een vrij uitgebreide product marketing afdeling die de markt bekijkt op wat er nieuw is en interessant is voor onze klanten. En vervolgens testen we dat op of dat aan onze kwaliteitsnormen voldoet en brengen dat product op de markt. We ontwikkelen op componentniveau niks zelf. Dat is onze kracht niet. We zijn een hele slimme distributieorganisatie die gebruik maken van de waarde van de naam Commodore en van onze distributiemogelijkheden, infrastructuur. Maar daar heb je dus dezelfde rol als hier voor Eskom of bijvoorbeeld Fobis? Ja, min of meer. Die zetten wel hun eigen naam op de spullen, maar ze hebben niet een fabriek waar ze dat, laten we zeggen, ze moederborden maken. Klopt, klopt. Maar, jij weet net zo goed als ik, stap eens bij Compaq naar binnen of bij Hewlett Packard of bij wie dan ook tegenwoordig en schroef die pc's eens open. Daar vind je niks anders in dan wat je in onze pc's vindt of in die van Fobis. Daar gaat het tegenwoordig niet meer zo om. Het gaat meer om hoe schroef je de componenten in elkaar? Als je bij ons in de fabriek komt kijken, dan nodig je uit om dat eens een keer te komen doen. Dan zal dat je is in Nederland? In Nieuw-Vennep, vlakbij Amsterdam. Dan zal jullie zijn eigenlijk na Tulip of met Tulip de grootste Nederlandse pc-fabrikant eigenlijk? Ja, ik durf, dat klinkt misschien wat arrogant, maar te zeggen dat wij de grootste Nederlandse en een van de grootste Europese computerassembleurs zijn. Fabrikant klinkt wat pedant, zijn we niet. Wij zijn assembleur. Maar dan moeten er toch ook andere pc's dan alleen Commodore gemaakt worden, of niet? Klopt, klopt. Er zijn ook andere merken die jullie maken? Ja, wij maken PC's voor de macro, wij maken PC's voor grote ketens in Europa onder hun eigen naam. Maar er rollen toch in Nieuw-Vennep dit jaar zo tussen de 250 en 350.000 PC's van de band. En dat zou een 40% van de Nederlandse markt zijn, maar jullie exporteren dus ook een flink aantal. Ja, ja, ja. Intussen is het aandeel wat in Nederland achterblijft is tussen de 30 en de 40% op dit moment. En dat daalt omdat onze buitenlandse markt veel sneller groeit dan die Nederlandse markt natuurlijk. Je kan die oude ploeg die daar zat, dus met name Bernard van Tienen, is dus weer heel druk bezig om, om zaken te doen, zou ik maar zeggen. Nou, aan die ploeg is niet zo gek veel veranderd. Alleen hoorde ik Fred van Lemmen, jullie marketingdirecteur, die is naar de concurrent gegaan. Die is directeur van Fobis geworden. Klopt, ja. Ja. Dat klopt. Zeer recent. Ik wens hem daar overigens veel succes. Kijk, Fred had bij ons een heel nadrukkelijke marketingstrategische rol. Is die man ook briljant in. Maar na jaren dat gedaan te hebben, had hij het gevoel, ik wil iets meer. Ik heb verstand van retail. Ik kan die marketingkennis in de praktijk brengen. Nou, daar was bij ons niet de gelegenheid voor. Nou, het is niet ongebruikelijk natuurlijk, hè, dat er in die computerbusiness dat de mannen nog wel eens naar de concurrentie overstappen. Nee, dat is ook niet ongebruikelijk. Kijk, zoals je net al zei, het is een keihard vak. Het wisselt heel snel. Je moet er 100% energie in steken en vaak is dat nog niet genoeg. Dus als je dat 3-4 jaar gedaan hebt, dan ben je toe aan een nieuwe uitdaging om weer fris en vol energie er tegenaan te kunnen. Hey, voordat we afsluiten, je hebt een ding in je hand. Wat is dit? Ja, dit is, er staat nu nog Swap Drive op. Dat is de naam van de fabrikant. Dat gaat straks Evolution Drive heten. Dit is in onze optiek het ultieme... Het is een soort hard disk in een kastje, swappable harddisk. Dat is dus een van de mogelijkheden van het product.
Om het heel kort even uit te leggen, het probleem niet alleen van de consument, maar met name van de retailer, is dat als je pc's verkoopt in bruin-witgoedzaken, in foto-videozaken, dan heb je daar te maken met mensen die wel voldoende weten van zijn product om het te kunnen verklaren aan de consument, maar niet om hem open te maken, dingen in te bouwen, uit te bouwen. Dat wil die consument liever niet, dat wil die retailer liever niet. Dus ze zoeken naar een hele makkelijke manier om initieel of later uitbreidingen te verkopen. Ja, dan kom ik nog even terug dus op het net. Het idee van de PTT om iedere Nederlander aan het internet te krijgen. De providers, de access providers, roepen natuurlijk in koor van ja, dit is concurrentievervalsing. De PTT kan dit veel goedkoper doen. En dat is ook zo. Aan de andere kant wordt het niet eens tijd dat die wildwest situatie met zoveel providers, allemaal verschillende prijzen, verschillende aanbiedingen en soms hele slechte servers, ook van de PTT-dochters zelf, dat daar wat gebeurt. Wordt het niet tijd dat dit als een soort kernactiviteit gezien wordt als wat in telecomtermen dan een concessiedienst? Iets waar de overheid toezicht op zou moeten houden omdat het een essentiële dienst gaat worden. Ik hoop dat het die kant uit gaat en voor de rest zal het wel weer een forse concurrentieslag worden. En of de behoefte aan het internet daar echt door gaat toenemen, waag ik te betwijfelen. Ja, dat was het dus. CeBIT 1997. En het was weer een heleboel lopen. En we hopen dat u een klein beetje mee heeft kunnen kijken naar de nieuwtjes op computergebied.